Alex Pastoor, de term die bij mij na afloop van deze wedstrijd een beetje overheerste was onmachtig. Snap jij dat? Vorige gedeelte wel, zeker op basis van de tweede helft. Waarin we niet goed genoeg hebben gespeeld. Met name deel aan de bal was niet goed genoeg. Er was een hoop slordigheid. Er was, ik denk dat de oorzaak was een soort van onrust, gehaastheid. Op basis van de eerste helft helemaal niet. Want toen hadden we, ondanks een vroege tegentreffer, hadden we controle over de wedstrijd. Gaven hoegenaamd niks weg. Ja, er zijn 3-4 keer de 16 binnengekomen, waarvan ik vind, daar moeten we meer mee doen. Je hebt er ongetwijfeld een strijdplan vooraf gedaan aan zo'n wedstrijd. Je begon met 5 verdedigers vandaag. Waarom die variant? Nou, omdat we Utrecht hadden geanalyseerd. Je weet van tevoren niet precies hoe ze komen. Dus 4-4-2 in een ruit had gekund. Deze variant had gekund. En wij vonden en vinden dat het gekozen plan groot kans op succes zou bieden. Nou, daarin hebben we nogmaals, ondanks die vroege tegentreffer, het gelijk aan onze zijde gehad. En in de tweede helft niet. Dan hebben we het eigenlijk amper kunnen testen, omdat we veel te vroeg de bal kwijt waren. Maar was die verdedigende versterking dan met name gericht ook op die snelheid die Utrecht voorin overduidelijk heeft met Zivkovic? Nee, het was een aanvallende variant. Het was niet om extra te verdedigen, maar juist om aan te vallen. En ik vond dat je dat met name in de eerste helft goed kon zien, omdat ons overwicht daarin net even wat groter was. Ik vond ons niet goed genoeg spelen. Met name als we de bal een keer wonnen, dan ging het tempo naar beneden in plaats van omhoog. Nou, als het tempo omhoog gaat, dan heb je wat makkelijker die afspeelmogelijkheden. En in zo'n speelwijze past dat prima. In de tweede helft hebben we, zoals gezegd, een hoop unforced errors begaan. Waardoor je amper aan het aanvallen toekomt en eigenlijk alleen maar moet schakelen naar verdedigen. Ja, dat kan een paar keer goed gaan. En dat ging het ook. Maar dat was eerder aan het slecht gerichte vizier van Utrecht te danken dan dat wij dat zo goed deden. In de eerste helft, je zegt dat ging goed in verdedigen of in aanvallend opzicht ook. Jullie creëerden desalniettemin niet heel veel. Nee, dat klopt. Maar wat we wel creëerden, dat waren 3-4 mogelijkheden waarin we gewoon veel meer uit moeten halen. En zet dat tegenover het feit dat Utrecht een goal maakte en een keer gevaarlijk uit een corner overkopte. Dat was slecht, maar goed, daarin zijn we niet uitgespeeld. Ja, dan doe je het goed en je hoeft natuurlijk de wedstrijd niet in de eerste 45 minuten te winnen of te verliezen. Dus in dat opzicht konden we daar redelijk tevreden over zijn. In de zin dat we vonden dat we dat beter deden dan Utrecht. Maar ontevreden, als je kijkt naar, ja, was dit het beste wat we kunnen tonen? Nou, dat was het duidelijk niet. Dan maak je een strijdplan. Daar maakt volgens mij nooit onderdeel van uit dat je na 5 minuten een tegendoelpunt krijgt. Nee. Dat is gewoon oervervelend. Want daardoor ontstaat wel wat onrust. En spelers denken heel vaak, die voelen dat ook, van als we nou snel weer gelijk maken, dan kunnen we weer door waar we mee bezig waren. Nou, dat is niet nodig. Dus dat bracht met zich mee wat we net bespraken. Dat het best oké was, maar we kunnen beter. Die onrust die je noemt, die in die ploeg komt, dan ook in de tweede helft, waardoor die aanvallen er niet uitkomen. Kun je verklaren waar dat vandaan komt? Ik denk dat dat voor een gedeelte komt uit je achterstand. Hè, dat je toch aan een soort van forceren raakt. En daar ben ik een absolute tegenstander van. Forceren, dat geeft al aan dat het niet gaat zoals je wil. En unforced errors, die vind ik sowieso vervelend. Hè, want het kwam gewoon voort uit veel te snel een laatste paas willen geven, etcetera. Maar er was nog iets en dat was de laatste 10 minuten. Hè. In de 81 nog wat krijgen we die tegengoal. Ja, en dan is er nog 9 minuten te spelen en nog 3 minuten blessuretijd. En ik vind in 12 minuten tijd moet je gewoon je eigen spel spelen. Nou, en als je dat doet, dan maak je in 12 minuten tijd een prima kans om nog 1, 2 of zelfs 3 doelpunten te maken. Maar daarin lieten we te veel lopen en werd er gevoetbald zo van, nou ja, we doen het wel, maar eigenlijk is er niks meer te halen. Nou, en dat is onzin. En wat ook onzin is, is dat je, hè, want dat heeft invloed op je gevoelstoestand, dat zij er al 3 voor open doel hebben gemist. Of 2 of 1, dat maakt me niet uit. Dat je denkt van, ja, maar ja, ze hadden al 5-0 kunnen staan. Nou en, het stond nog maar 2-0. Nou, daarin verwacht ik dat we een stap gaan maken. Want op het moment dat je dat doet, kwamen we nog 2 keer in de 16.
Er is van alles mogelijk. Zeker gezien het feit dat wij er fysiek prima op staan. Ik zag je springen voor de drukhout in die slotfase, je ploeg opjutten. Ja, ja. Maar je leek de enige die nog geloofde in een positief resultaat. Nou, dat zeg ik. Dat probeer ik in de voorgaande 2 minuten probeer ik dat uit te leggen. Dan is mijn conclusie in elk geval juist. Als je ziet dat het in die tweede helft nergens toe leidt, overweeg je dan misschien ook al eerder om van die achterste lijn met 5 af te stappen? Ja, we hebben zelden met 5 achteraan gespeeld. Dus als je het maar stelselmatig 5 blijft noemen, dan krijgen mensen daar een verkeerd beeld bij. We staan in feite altijd met 4. Als de bal aan de ene kant is, dan staat er een back achter en tegengesteld. Maar dat is nooit het breekpunt geweest. Je overweegt natuurlijk alles. Maar op het moment dat je ergens voor kiest, dan doe je dat met je gehele verstand. Dat heb je voorbereid. En met je hart. En dan gaan we niet bij de eerste beste tegengoal. Dat had ik mooi geweest na 3 minuten. Dan ga je dat meteen omzetten. Dat is altijd een optie. En dat hebben we gedaan met het inbrengen van Stijn. Ja, en dan gaat het natuurlijk, het gaat met name over de voorste 3 spelers. Die waren aan de bal niet goed genoeg vandaag. Thomas, Zakaria en Loris. Maar die wedstrijden zitten er ook tussen. En dit zijn nou juist spelers die eigenlijk helemaal geen goede wedstrijd nodig hebben om vanuit het niets een goal te maken. Dus daar staan we nog volledig achter. De wissel in de rust, Sanusi eruit, Dougal erin. Was dat een noodgedwongen wissel? Ja, dat was dat met fysiek te maken. Ik ben nooit zo. Mijn systeem is niet ingesteld op wissels in de rust. Dus vandaar dat ik na de 3e wissel, wat voor mij de 2e wissel was, in de 2e helft dacht van, we gaan nog even Chevreux brengen. Maar die zegt, ja, we hebben al 3 keer gewisseld. Ik denk, jezus, ja, dat is ook zo. Wissels in de rust, die doen we eigenlijk zelden. Verliezen kan, dat is natuurlijk iets wat duidelijk is. Ben jij toch misschien wel teleurgesteld als je ziet hoe goed het eigenlijk ging in de afgelopen weken met wat jullie daar vandaag op laten volgen? Nee, zeker niet. Je hebt wel liever dat je goed speelt. Teleurgesteld zou ik zijn als we er gewoon een rotzootje van maken. En daar is geen sprake van. We hebben naar beste eer en geweten hebben we spijker en spijkerhard gewerkt. En er zat wel wat meer in, met name in de eerste helft. En de praktijk bleek dat het in de 2e helft niet was. En de weg naar boven is altijd een gekartelde met wel eens een puntje omhoog en wel eens een puntje naar beneden. Nou, deze zat onder het gemiddelde, daar zijn we het met z'n allen wel over eens.